De situatie met betrekking tot de rattenplaag in Ikeri is niet alarmerend. Dit zegt Jerry Slijngaard, voorzitter van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing aan de STVS-redactie. Slijngaard bevond zich vandaag in het reisdistrict voor een oriëntatiebezoek. Desondanks wordt er met voortvarendheid gewerkt om de situatie te normaliseren. Slijngaard maakt duidelijk dat het coördinatiecentrum de regering op 5 punten zal adviseren. Op 5 gebieden, en dat is op het gebied van de, volksgezondheid, dus de gezondheid. Op het gebied van de economische weerbaarheid. Op het gebied van de organisatie zelf, van de boeren, et cetera, daar in Ikeri. Wij gaan voorstellen doen op het gebied van het milieu. Wat goed te handelen bij het milieu, want het zijn niet alleen de ratten, maar ook wat wordt gebruikt om de ratten tegen te gaan en hoe het wordt gebruikt. En we gaan natuurlijk als laatste ook een voorstel doen met betrekking tot het werkgebied van de economie, het economisch gedeelte. Met betrekking tot de situatie van visverkoop te Ikeri, zei Slijngaard dat er nog geen bewijs is dat de vissen gecontamineerd zijn. Op dit punt kan de NCCR-topman nog geen eenduidig advies geven of er wel of niet vis genuttigd mag worden vanuit Ikeri. Die verantwoordelijkheid laat Slijngaard aan de burger zelf. Aan de andere kant zeggen wij aan de mensen die mogelijkerwijs die vis zouden kopen van denk erover na om voor een bepaalde periode, korte periode, om geen zwamvissen te kopen. Want het zijn meestal die zwamvissen die, die gecontamineerd zouden kunnen zijn. Maar ik heb geen bewijs van niemand, van geen enkele instantie, dat dus de zaken, dat de vissen gecontamineerd zijn. En vooral eer dat heeft plaatsgevonden, wil ik geen negatief advies geven naar het wel of niet kopen van de vis. Volgens Slijngaard gaat het om een plaag die uit de hand is gelopen. Er moet in deze kwestie een zekere mate van aanpak plaatsvinden. De nodige voorzorgsmaatregelen dienen wel in acht genomen te worden indien men zich bevindt in de gebieden waar de plaag actief is. Voor de rest is Ikeri veilig, aldus Slijngaard.